Onze gast van vandaag is werkzaam als model, maar ze is ook een hele bekende influencer. Ze is regelmatig op Instagram te zien en misschien kennen de mensen haar als de ex van André Hazes. Maar wat de meeste mensen niet weten, is dat naast deze hele mooie glamours leven er een andere kant is van deze mooie dame. En dat gaat ze ons vandaag vertellen. Dames en heren, Sarah van Soelen. Ja, lieve mensen, welkom allemaal bij de podcast Wat kan er nou gebeuren met Reda Saleh, Najee Bomhali en vandaag onze speciale gast Sarah van Soelen. Yay! Wat leuk dat je er bent. Ja, gezellig. Ik hoorde dat dit is de eerste keer dat jij een podcast doet, dat is ja. Erin. Ja. Een interview, een gesprek. Ja. Ja. Op normaal niveau, zeg maar. Ja, dat is ook dat zo. Kan je wel zeggen. Ja. En er zijn camera's bij voor de mensen die meekijken via de social media kanalen. Hallo allemaal, welkom. Hey, ontzettend leuk. Vertel even in het kort wie je bent en wat je doet. Nou, ik ben Sarah van Soelen. Ik woon in Bergshoek, Rotterdam. Ik ben 26 jaar. Ik ben 2 jaar clean. Yeah. Wauw. Ja. Even kijken. Ik werk voor een modewinkel. In Rijswijk, dameskleding. Ik heb ook mijn eigen wimpers heb ik pas op de markt gebracht. Dus oh, ik dacht dat zijn je eigen wimpers. Nee, dit zijn mijn eigen wimpers. Ja, dat zijn je eigen wimpers. Dit zijn mijn eigen wimpers. Maar je hebt die wimpers heb je op de markt gebracht? Nee. Ja, hoe dan? Dat gaat toch helemaal niet? Weet ik niet. Nee, ik heb dus nou eigenlijk wat gemaakt voor de mensen die dus altijd mijn wimpers heel mooi vonden. Oh, okay. Want dat was altijd de vraag. Heb jij nep wimpers? Ja. Laat je ze zetten of doen? Of weet ik van nee. Nou heb ik dus zelf wimpers. Ja, eigenlijk op de markt gegooid. Wat al natuurlijk bestaat. Het bestaat er. Maar ik heb mijn eigen draai eraan gegeven. Dat het gewoon heel natuurlijk, maar heel vol is. Oké. Dus ogen is toch wel een soort van visitekaartje. Absoluut. En hoe heet dat? Hoe heet het? Nuka. Hoe komt die naam vandaan? New Undiscovered Cosmetic Art. Oh, wauw. Ja, het is een hele mond vol. Dus daarom lekker afgekoord. En als je die dan koopt en je zet ze op, dan krijg je een beetje jouw look van wimpers. Ja. Dat is wel iets voor Reda, denk ik, of niet Reda? We kunnen het even testen. Oh, je hebt ze bij. Nou, gaan we straks doen. Hey, leuk. En Rotterdam, 2 jaar clean. Hè? Dat is een programma waar we het hebben over mensen in herstel. Om mensen te motiveren en te informeren. Neem ons even terug naar, wanneer was jouw allereerste keer dat je zeg maar aan de middelen zat of begon? Aan de middelen. Dus alcohol is daar ook mee gerekend. Ja, dat rekenen we ook goed. Ja. Shandy ook nog. Oh, lekker. Ja, Shandy. Nou, dan gaan we heel ver terug. Acht jaar of zo. Ja. Shandy. Dat was ook zo. Ja, dus dat is gewoon alcohol. Maar dat is gewoon lekker, toch? Hoor. Ja, ja, maar er zit alcohol in. Ja, tuurlijk. Met ook een voetbalclub. Met 7-Up. Sneeuwwitje. Ja, Sneeuwwitje. Even kijken. Nou, ik was denk ik wel een jaar of 13, 14. Dat ik wel voor het eerst dronk. Ja. En stiekem ook sigaretten kopen. Mijn moeder die rookte. Of die rookt nog steeds. En ik vond het ook nooit vies. En mijn moeder die rookte ook gewoon binnen. Dus op een gegeven moment dacht ik, nou, mijn ouders zijn weg. En mijn moeder rookte toen nog Marlboro Light. Dus nou, ik die peuk pakken, in de tuin staan. Overal camera's, hoe dom kan je zijn. Maar ja, goed, oké, dat terzijde. Hup, sigaret. Nou, niet kuchen of doen. En ik maar doorpoffen. Ik denk, nou, het gaat eigenlijk goed. Wel een beetje dizzy, dat je denkt van, het gaat nog allemaal goed. En ik denk, dit is echt iets voor mij. Ja. Dus nou, hup, stiekem pakjes kopen. Want ik kon het allemaal nog meekrijgen. Want dat was toen volgens mij 16 jaar. Ja, dat was volgens nog niet mij, echt dat je een pasje moest laten zien toen in die tijd. Nee, niet, dat deed ik gewoon bij de videotheek. Oh, bij de videotheek, ja. Toen had je nog videotheek. Ja. Videotheek. Ja. En dus dat kreeg ik allemaal gewoon mee. Dus nou ja, dan ging ik... Want ik was nooit thuis. Altijd chillen met vrienden. Dan weer buiten of bij de Albert Heijn of in de stad. En wat ging je doen? Roken. Ja. Dus zo is het eigenlijk een beetje begonnen. En ik woonde toen nog destijds in Vlaardingen. Daar ben ik ook eigenlijk opgegroeid. En je had in Vlaardingen had je in de stad een soort van, de haven noemden wij dat altijd. En daar had je allemaal kroegjes of discotheken. En daar kwam Saar gewoon binnen. Ja. Dus Saar die wilde dan 1 keer in de maand, want dat mocht dan van mijn ouders. Want ik ging altijd dan of met mijn broer mee of met de vriendin van mijn broer. En meisjes van mijn klas die mochten ook, dus ik wilde natuurlijk ook. Dus dan ging ik mee en wat deed je? Drinken. Ja, dus en wat dronk je? Wat was jouw drankje? Jouw favoriete drankje?
Ik denk dat het toen Malibu Cola was. Malibu, ja. Van die zoete dingen maken ze allemaal. Omdat, oh, zodat je het lekker heerlijk. Vindt, pisang, ken je nog? Pisang Ambon? Ja. Appelkorn. Appelkorn, ja. Passoa, jus. Passoa, ja. Passoa, jus. Oh. Ja. Mieren zoet allemaal. Maar ja, ik hou ervan. Ja. Zoete drankjes was echt mijn number one. Ja. Ik moest helemaal geen gin tonic of weet ik veel wat. Nee, dat vond ik allemaal... Het is allemaal bitter, hè? Ja, hoe? Want je bent er wel heel snel misselijk van. Ja. Ja. Nou ja... Of niet. Nee, ik niet. Ik niet. Ja. Hey, ja. En zo begon je eigenlijk met drank. Je begon te drinken. En, ja. God, volgens mij heel normaal. Vriendenkring, mensen drinken, sigaretje erbij. Ja, en ik vond het ook gewoon leuk en gezellig. Ja. En ik hield ook echt van muziek. Dus ja, lekker dansen en dan met je vriendinnen afspreken en opmaken. En ik was er best wel vroeg bij. Toen ben ik later verhuisd naar Bergshoek. En daar ging ik sowieso... met oudere mensen om. Dat heb ik eigenlijk altijd al gehad. Ik was nooit eigenlijk met mensen van mijn eigen leeftijd. Of ja, dat klikte gewoon niet. Of, en dat waren allemaal gasten of meiden. Nou, die hadden een rijbewijs. Dus ik kwam ook altijd thuis. Ja. En mijn ouders dachten, joh, ga maar. Ja. Prima, lekker naar je zin. Maar ja, dan mocht ik bijvoorbeeld, zei mijn moeder van... ja, wel om 2 uur thuis. 2 uur? Ja, dan begint het net. Maar elke keer weer een stapje verder, stapje verder, stapje verder. Ja. En dat kennen we natuurlijk allemaal. Ja. En, maar ja, ik zag natuurlijk helemaal niet de ernst of zo ervan in. En ik kwam heel vroeg al, toen was ik denk ik 16, al in Rotterdamstad. Dus echt bij de oude bed... er was toen ook nog een soort nieuwe baia was er. Sorbonne. Kist bij Saint-Tropez. Nou, wauw. Ja, Veerbroem. Nou, dat was echt mijn toko. Ja, was dat jouw doel? Rotterdam is leuk uitgaan. Hoor. Rotterdam is heel leuk uitgaan. Ja, heel leuk. Heel leuk. Ja, echt gezellig. En had je ook nog een soort van een boot of zo? De boot noemden ze dat. De boot? Ja, dat was een soort afterclub. En Thalia. Ja. Thalia ken ik ook nog, ja. Thalia. Nee, Rotterdam biedt genoeg. Zeker. Het avondleven, dat biedt gewoon genoeg. Ja, absoluut. Hey, en dan ga je zeg maar, je allereerste aanraking met drugs. Die van mij, dat was hash. Toen was ik 13, 14. Toen kregen we een lachkick. Dat was lachen, jongen. We stonden te roken en keken elkaar aan. Alleen maar lachen. En daarna kregen we een vreetkick. Dus moesten we zoets hebben. Toen dachten we, dit is geweldig, man. En repeat. Ja, en weer. Ja. Dus dat was mijn eerste. Wat was jouw eerste, zeg maar? Ja, ook hash. Ook hash, ja? Ja, dat was voordat ik ging gymmen op school. Oh, je deed op school ook, ja? Ja. Ja, gewoon lekker voor de gym. Voor het gym. Dus een blootje roken daar. Ja. Lach ik. Ik pieste in mijn broek. Gewoon met een rondje rennen. Dat je denkt, waar heb je nou weer lol? Maar ik pieste in mijn broek. En dan hadden we les daarna. En dat vergeet ik nooit meer. En een paar gasten. Ik zat gewoon... chill, niks aan de hand. En inderdaad, vreetkick daarna. Dus wat ga je doen? Je gaat snaaien. En een paar jongen die lijkwit werden in die les, jongen. En dan dacht je echt van, zo, wat gebeurt hier? Maar gewoon nog een keer doen, hè? Ja. En ja hoor, weer bij de gym, ja. Nou ja, als ik er nu aan terugdenk, dan schiet ik weer in de lach. Want het zag er natuurlijk niet uit. Je gaat een rondje rennen. Nou, je komt niet meer bij. Ja. En er was ook niet in de tijd iemand die dat zag of zo aan je ogen? Want bij mij zagen ze dat. Ja, ik denk, natuurlijk hebben ze dat op school natuurlijk. Nou, ik zou je heel eerlijk vertellen. Ik kwam thuis. Dus mijn moeder zegt, joh, wat heb jij rode ogen? Ja. Ja, mam, ik heb last van hooikoorts. Oh ja, ja. Want dat heb ik ook echt serieus. Ja. Dus dat gooide ik daar gewoon op. Oh mam, ik heb zo'n last van hooikoorts. Ik ga ook even liggen hoor. Ja, zo ging dat. En je ouders wisten dat nog niet? Van de hash? Van het drinken wel waarschijnlijk? Jawel. Ja. Maar niet... En van het roken denk ik ook wel stiekem. Mijn vader had me 1 keer betrapt. Zo. Was hij boos? Ja. Ja? Ja. En mijn vader ook niet. Oh ja. Niet dat hij het niet erg vindt. Maar ja, hij vond het... hij pakte mijn handen bij. Hij rook aan mijn handen. Ja. Hij zegt, heb jij gerookt? Zo, ik dacht echt dat de grond onder mijn voeten vandaan ging. Ja. Oh. Ja, toen heb ik hem even gekregen. Ja, heb je wel... Toen heb ik hem wel even... Okay. Maar ja, niet dat je ging stoppen of zo. Nee. Je ging gewoon doorbaffen. Alleen je ging een extra luchtje spuiten. Juist. Want je denkt, dat helpt helemaal niet. Ja, want ik weet nog dat... Kijk, bij mij thuis, drank was gewoon uit een boos. Maar ook vanuit het geloof natuurlijk. Maar dan dronk ik. Maar dan belde ik aan. En dan was de deur op slot. Dan zei mijn moeder, 1 uur thuis. Nou, was het 2 uur, had ze de deur op slot. Belde ik eerst aan. Dan wist ik dat mijn moeder wist dat ik er was. Nou, dan kwam ze met heel chagrijnig was ze dan. Deed ze de deur zo open. En dan kon ik erin met de sleutel. Maar vaak wachten ze even. En ik zie de deur heel kijk, heel rustig. En dan deed ze ineens zo'n klik, het licht aan. Oh, wat was je?
Maar ik wilde niet praten, want dan rookt ze alcohol. Praat! Maar dan kreeg ik een paar klappen, maar moest stil zijn, want anders hoorde mijn vader dat. Snap je? Kreeg die klap. Maar ik deed gewoon, au. Naar bed. Ja, en de volgende dag natuurlijk die preek. En volgens mij had je gedronken en dit. Dus ik hield altijd mijn adem in voor de... Ja. Ik heb wel eens parfum opgespoten. Weet je hoe vies dat is? Gewoon iemand. Oh, nou, alcohol. Een soort alcohol. Ja, maar heel goed. Daar ging het mee. Maar een hele goedkope parfumpjes in de tijd. Maar geen geld voor goede dingen. Ja, dat kreeg ik echt op mijn laatste. Daar was ze heel boos om. En roken natuurlijk al heel jong. Denk ik 13, 14. Ja. Maar dan met blaadjes. Want ja, dat roken is natuurlijk, weet je wel. Als je zelf niet rookt, dan ruik je gewoon iemand die rookt. Ja, dan ruik je het meteen, ja. Mijn moeder die stond altijd, op een gegeven moment had ze door, hè. Ja. En dan elke keer als ik binnenkwam, dan ging ze echt voor me staan. En zo kijken, ja, dan schoot ik gewoon in een lach. En dan werd je alleen maar nog bozer. Of ik liep in één keer, dan voelde ik het opkomen dat ik echt moest gaan lachen. En dan liep ik meteen naar de ijskast. En deed de ijskast over en stond ik te grillen. Oh ja, serieus? En zegt ze, wat is er aan de hand? En dan durfde ik die deur niet meer dicht te doen. Dan dacht ik, ja, ik sta keihard te lachen. En dan zag ze het wel elke keer aan. Ik had maar toch ontkennen natuurlijk, weet je. Want, Je bent jong en dan, Ik heb het één keer het allerergste, zit ik nu aan te denken, had ik een oom over met tante uit Duitsland. En dat was echt zo'n hele gelovige man met een baard. En ik was zo straalbezopen, maar ik denk 2 uur iedereen slaapt, snap je? Dus ik doe die deur open, ik denk, wat is dat dan? En ik doe open en iedereen zit daar. Hey, hallo. En ik zat er, hey, hallo. Nou, dan ik kom wel door de grond zakken. En toen... Kom zo terug. Toen ben ik in bed gaan liggen. Dat zijn van die momenten dat je eigenlijk schaamt, weet je wel. Omdat ik heb het 1 keer gehad. Ja? Ja. Helemaal high thuiskomen. En ik kwam altijd juist op de momenten thuis. Ja. Dat iedereen sliep of er niet was of weet ik veel. En ik kwam dus zo vroeg thuis. En mijn vader was dit keer heel vroeg. Was met mijn verjaardag. Oh ja. Ja. En ik had nog een vriend aan de telefoon of zo. En van, het is klaar hoor. En ik ben thuis en dit en dat. En ik loop die kamer in en ik zie mijn vader zitten. Meisje, gefeliciteerd! Ja. En ik denk, oh nee. Ja, ik kon... Ik, dankjewel. Ja, en toen zulke kijkers, ja. Maar bij mij zag je het... Nee. Wat ik zelf denk, dames en heren. En wat mijn ouders ook. Niemand heeft het gezien. Niemand heeft het gezien, maar het viel niet op. Als ik de filmpjes terugkijk, dan viel het gewoon op. Alleen ze hadden het gewoon niet door of zo. Want jou valt het op, maar de andere mensen had je het idee dat ze het niet... Dat bij hun het niemand niet zag het. Ook iedereen die ik dan later had verteld van... ik ben verslaafd en ik ga naar de kliniek, bla bla bla. Nou, dat wist ik helemaal niet van jou. Nee. En ook de vriendinnen waarvoor ik werk... Nou, ik heb best wel vaak doorgegaan naar mijn werk. Ja. Gewoon niet slapen en dan maar een douche pakken. En dat je helemaal zo verkrampt in die auto zit. Jezus, en dan sta ik model. Ja, ook nog. Ja, dan denk je echt... Dat doen we onszelf aan. Ja, echt, maar echt. Ja. Nou ja, en dat ging dan tot een uurtje of twee. Ging dat dan dat je helemaal verrot bent. Dat je denkt, oh, ik kan niet meer, ik kan niet meer. En iedereen ziet het. En na 2 uur denk je... Nou, ik ga maar weer even de mensen appen waarmee ik weer kan. Ja, ja. Want jij gebruikte voornamelijk alleen? Of? Nee. Wel met een aantal mensen. Ja, ik was wel altijd met iemand. Ja. Okay. Maar als ik eenmaal thuis kwam, dan was ik wel echt een alleengebruiker. Ja. Want dan ging ik nog even door thuis. Ja. Ja. Al was het gewoon dat ik in mijn badkamer ging zitten. Ja. En dan gewoon verder tikken, douche aan. Ja. Waarom? En dan muziekje luisteren. En dan, dat. Ging je graag door? Ja, ik kon niet, ik wilde echt niet naar huis. Nee, echt niet. Maar dat had ik al eigenlijk van jongs af aan. Want ik zei, weet je, het is elke keer weer die stap. Nee, ik wil niet om 2 uur, ik wil om 3 uur. Maar dan zegt mijn moeder, oké, dan om 3 uur. Maar dan kom ik om 4 uur thuis. Ja, gewoon tot aan het licht aan. En wanneer begon het, begon de harddrugs eigenlijk? Hoe oud was je toen? Dat was denk ik toen ik een jaar of 17 was. Ja, en dat was... een jaar of 17, 18. Ik durf niet meer te zeggen, maar rond die tijd. Mm-hmm. En dat was wel... natuurlijk met alcohol op. En dan ga je maar kijken wat dat doet. Want je bent voor alles in. Ja. Ja. En het pakte heel goed uit. Ja, het pakte goed uit. Ja. Was het cocaïne? Pakje? Ja, pakje. Oké, dat was jouw wisseling. Pakte. Toen dacht je, wat kan er nou gebeuren? Ik heb ook altijd tegen mezelf gezegd... Ik ben niet verslaafd. Ik kan het ook niet worden. Oh, echt gewoon letterlijk altijd in mijn hoofd. Van, maar ik ben die niet. Of ik ben die niet, want ik kan daartegen. Ja. Nou, kan je vertellen? Helemaal niet. Nee.
Nee, ik ben denk ik in zo'n sneltrein gegaan. Want sommige mensen met een verslaving die doen er misschien 20 jaar over. Nou, ik heb denk ik met alles bij elkaar dan... Ja, oké, met alcohol dan erbij is 10 jaar. Maar dat is gewoon... met harddrugs ging het echt... Nog harder, hè? Ja, ziek. Ja, echt. Ja, progressief noemen ze dat. Ja. Dat het gewoon steeds erger wordt. Ja. En ik zat ook een hele tijd in die ontkenning. Dacht ik van, nou, maar die gebruikt veel meer. Weet je? En elke keer vergeleek ik mezelf met iemand die veel meer gebruikt. En daardoor hield ik het ook in stand. Ja. Hoe was dat bij jou? Ja, bij mij ook. Alleen dat wat ik aan jou wilde vragen is... Kijk, als je het geld hebt... Weet je, en je hoeft daar niet voor te stelen of je lichaam voor te verkopen of te in te breken of snap je? Mm-hmm. Dan denk je, ja, maar ik ben niet zo. Ik ben niet zoals die gast die helemaal niks heeft. Nee, maar ik denk dat je niet zo ver laat komen. Weet je, en sigaretjes van schoon. Nee, ik zorgde dat ik genoeg sigaretten had. Ik had een fles wodka had ik bij. Ik was de king. Ja. En ik had grammen bij me, snap je? Dus ik denk, ja, maar ik ben niet zo. Ja. Kijk, maar de volgende dag kan ik gewoon stoppen. En ik kan het weer kopen. Dus dat beeld. Ja. Ik keek altijd naar een ander. Ik denk, ja, maar die heeft zijn tanden niet meer. Kijk, ik heb mijn tanden nog. Ja. Ja. Snap je? Ja, ik liet juist tanden zitten. Ja. Ja. Maar dat is het verraderlijke ervan. Ja. Ja. Ja, ik ging dat later doen. Shit, ik heb geen haar meer. Hup, haar erop. Ja. Maar dat is denk ik een verschil met... Tuurlijk, verslaafd is verslaafd. Maar wel een verschil als je het kan betalen. Daarom zijn er denk ik heel veel verslaafde mensen in de Zuidas. Die het allemaal goed hebben. Die dat maar gewoon kunnen... snap je? Maar die niet de ernste van zien. Nee, maar nog niet. Nee. Op een gegeven moment komt de klap. Dames en heren, laten we dat even wel weten. Ja, absoluut. Ja. Dus bij mij... Maar ik was een alleengebruiker. Dus ik bij mij... Ja, een aantal mensen tegen wie ik het zei, nee, serieus joh. Ja. Ik zeg ja, ik had het met Gian Dino, die heeft dat nooit doorgehad. Maar ik heb mijn hele theatertour eruit gegooid en ik zou naar een kliniek gaan. Maar we traden op in de Kuip. Ik moest de Kuip doen, contractueel. Mm-hmm. Maar ik kon niet tegen hem zeggen, hey, luister, dit is het probleem. Dus ik was gewoon, ik weet niet wat ik was. Als ik nu foto's, net zoals wat jij zegt, als je foto's terugziet, denk je, waarom ziet niemand dit? Ja. Pas later ik dat me vertelde, zei hij, serieus joh. Ja. Waarom heb je niks gezegd? Ja, je houdt de schijn op. Wauw. En stond je gewoon high op... High als een papperij. High samen met mijn stylist. Die was ook high. Nee. Ja, de stylist was voor die mensen. Oh. Oh. Gewoon, je stond gewoon op stage. Ja, stond gewoon op stage. Dat is lijp, ja. Ja. Maar hij was ook lijp. Maar dat ook dan durf. Hij was ook lijp, ja. Wij kennen hem, we gaan geen namen noemen. Nee. Maar hij moest zorgen dat mijn kleren snel... Want het waren snelle kledingwissels. Dan had hij mijn fetus niet gedaan. Nee. Toen moest ik een pak aan. Dan zaten er nog allemaal prijskaartjes aan. En ik gaf hem de schuld. En hij zei, ja, what the fuck, man? Wat heb je dat lopen doen? Maar je moest weer bloot doen. Jullie kwamen weer terug. Ja, als ik eraan terugdenk, man, dat is echt. Maar nooit para geworden? Ja, tuurlijk wel. Want je denkt de hele tijd. Hoe zit dat? En dan zaten mensen aan het kijken. Jij hebt dan een camera nog. Ja, nou, dat was met een camera. Maar ook wel eens een paar keer op toen. Niet altijd op het podium. Of dat mensen echt naar je kijken. Als mensen naar je kijken, denk je. Oh, nee, misschien voel ik wat hier, weet je wel. Oh. Ik heb het wel eens dat ik een scheet had gelaten. Ik dacht. Heb ik nou mijn broek op? Nee. Ja, maar je maakt het allemaal dingen. Maar je wordt helemaal snap je? Gek. Je wordt helemaal gek. Helemaal, dus je gaat zo terwijl je mensen aan het praten bent, ga je zo voelen. Denk. Nee. Oh, niks, maar dat staat toch niet? Het paranoia gevoel, dat nam het over voor mij, snap je? Ja, en dan nog meer gebruik zeker. Ja, natuurlijk. Ja. Oh, ik had het ook. Denkt, gewoon in de auto zitten en toevallig had ik 2 stalkers rond die tijd. Maar echt stalkers dat die informatie konden geven dat je echt dacht van wow, oké. En nou, daar was ik best wel een soort van... Nou, bang wil ik niet zeggen, want ik ben niet gauw bang. Maar best wel een soort geïntimideerd. Ja, dat je denkt, oké. En op een gegeven moment... Nou ja, ik natuurlijk gebruiken, drinken, et cetera. Het leven wat ik toen had. Ja. En dat ik gewoon echt in de auto zat. En dat ik denk, ik word achtervolgd. Oh, ja, ik word achtervolgd. Of zeker is het die polo, want ik word nu achtervolgd. En... Ja, natuurlijk had ze in de auto heeft ze natuurlijk wel wat liggen. Ja. En hup, voet, zo weer erin. Ja. Want dan denk je dat het minder wordt. Ja, het wordt alleen maar nog erger. Nee, ik ben op een gegeven moment helemaal gek. Ja. Ja. Ik dacht dat ik de enige was die in de auto deed. Ik in de auto, dat was mijn standaard. Gewoon in de file. Echt? Zo op mijn dingetje zo. En dan reed ik heel langs in die file. En had ik vaak, had hij een brok gegeven. Dan moest ik het eerst kapot maken natuurlijk. Oh, en ondertussen mensen naast me, dit. Dit en dan kijken wanneer het kon. En heel snel zo. En dan reed ik net langs zo'n camera, weet je wel, op de snelweg. Nee. Oh, ze hebben wel gezien. Oh. Dat komt straks op het nieuws. Ja. RTL Boulevard. Dus ja, mensen toch even stoppen bij... Ik ben blij dat ik niet met André ben gegaan toen nog in gebruik. Oh ja, ja. Wat denk je? Ja. Nou, dan kwam ik eruit. Ja. Oh. Nou ja, ze zeggen nu nog steeds dat het niet waar is. Maar goed, nee. Dat terzijde.
Ja, maar ik was ook echt altijd in de auto. Ja. Ik moest ook, wat ik ook ging doen, al was ik 2 dagen door of wat dan ook, maakt niet uit. Ik moest sowieso nog hebben voor in mijn auto onderweg naar huis. Ja. Heb je ook in de auto gebruikt of overal? Of? Overal. Gewoon overal. Overal. Ken je dat merk Tjolk nog? Tjolk, ja, dat is voor jouw tjolk, tijd. Ik Tjolk. Dat is een drankje. Ik Tjolk. En die zei, ik Tjolk in de trein. Ik Tjolk in de bus. Ik Tjolk. Ik Tjolk overal. Gewoon, maakt niet uit waar. Met mensen op de wc. En dan ging ik weer, hoor. En dan kwam ik weer zo naar buiten. Weet je, maakt helemaal niet uit waar. Helemaal, bijna maar het was gewoon, ik wil niet zeggen een begrafenis, maar maakt niet uit, zelfs daar had ik een ook dus gewoon waar mensen bij waren. Gewoon, ja, ook, ja, gewoon, ja. Ook in discotheken gewoon op een gegeven moment. Gewoon ongegeneerd. Weet je, niet even naar het toilet. Nee, joh, daar had ik helemaal geen tijd voor. Nee, maar weet je, het verraderlijke van is dat het ook nog echt heel leuk is geweest in het verleden. Ik heb echt leuke tijd. Ik heb een super tijd gehad. Ik zweer het. Ik heb een super tijd gehad. Alleen dat gevoel. Echt een leuke tijd. Dat je weer naar huis moet. Ja, dat was helemaal ellende. Ja. Dus verslaving is een dodelijke ziekte met een leuke fase. Ja dat zeg je altijd. Ja, dat is een goede. En mijn hoofd die blijft alleen hangen bij die leuke fase. Ja. Dat is, maar ja, maar het was toch leuk. Ja. Weet je, maar het was al lang niet meer leuk, man. Het was verschrikkelijk. Want als ik denk aan die paranoia. Ja. Weet je hoe ik erbij zit? En elke keer denken dat ze me komen halen. En als je me vraagt wie, ik zou het niet weten. Nee. Een polo. Ik hoor een witte polo. Een polo. Je moet uitkijken voor die polo. Ja. En wanneer had je het idee dat je denkt van oké, dit is... Want je gaat graag uit en dat doe je dan op een donderdag, een vrijdag en een zaterdag. Maar dan komt er ook nog een maandag en een dinsdag waar normale mensen gewoon gaan werken of dingen gaan doen. Ja, je had maar dan overal wel iets. Fee Monday had je. Dinsdag had je dan niks. Walle woensdag. studentenavond was donderdag. Nou, en dan kwam vrijdag, zaterdag, zondag. Ja. Dus in principe was ik gewoon helemaal volgeboekt. Ja, je was... Ja. Ja, er is altijd wat. Ja. Ja, en anders dan ging je wel ergens heen of even een wijntje doen bij een vriendin. Maar ja, een wijntje, dat werden gewoon 5 flessen en dan ging je snel wel bestellen. Ja. Zo ging dat. En deed je dat, als je nu terugkijkt, hè, deed je dat een soort van om een leegte te vullen? Ja. Ja, hè? Ja. Voor mij was dat wel zo. Ja. Voor jou? Ja, tuurlijk. Ja, op een gegeven moment is het leegte. Leegte. Die leukheid die is met vrienden en gezellig. En er is een feest of een evenement. Wauw. En ik voel me nog blijer. Ja. Maar dan kom je thuis en denk je, oké, is dit het? En dan moet je... Ja. En dan op die maandag, op die dinsdag. Ja, wat ben ik nou allemaal aan het doen? Weet je? En plap. En dan was je er weer even. Ja. Weet je, het gaf je ook een soort van... Je kon het vergeten, dat is het gekke ervan. Ja, je kon alles vergeten. Vergeten, ik denk, begin gewoon weer opnieuw. Het komt allemaal goed. Weet je, het is niet zo slecht, want ik zei, het is een natuurproduct. Kom op, man. Ja. En tuurlijk, weet je wel. Maar ik denk dat het pas in een later stadium bij mij, dat ik van, wacht even, man, dit is niet goed. Want dit is wat ik elke keer doe. En ik doe iemand verdriet aan. En in dit geval, was dat mijn vrouw? Dat zag ik niet, hoor. Was dat mijn familie? Nee, ja. Nee. Maar hadden die ouders dan op een gegeven moment niet zoiets van, hé, Saar, kappen nou? Nou ja, ik heb toen wel, want dat was volgens mij in de laatste maand, dacht ik. Of de laatste 2 maanden, heb ik wel tegen moeder gezegd van, mam, ik heb wel echt een drankprobleem. Okay. Ja, ik ging nog even niet vertellen over de coke. Laat ik het maar even nog rustig houden. Ja. Maar, en dat wist ze dan ook. En dan zei ze ook van, ja Saar, blijf ook gewoon thuis. Ja. Ik was nooit en te nimmer thuis. Ik was altijd weg. Werk, was ik thuis, omkleed, douchen en pff, daar ging ze weer. Ja. Maar dronk je thuis ook? Dronk je ouders ook? Ik dronk dus nooit thuis. Oh, oké. Mijn vader wel. Mijn vader die houdt wel van een wijntje. Ja. Maar mijn moeder is niet echt een drinker. Nee. Maar ik dronk eigenlijk, gek gezegd, nooit echt thuis. Oké, dus thuis hadden ze niet zoiets van, hé, doe eens rustig. Nee, ik was echt alleen maar in de stad. Ja, en ik kwam al eigenlijk sinds mijn 15e, 16e echt in de stad. Dus ik kende iedereen, eigenaren, weet ik het al. Maar op een gegeven moment kwam ik een zaak binnen en dan stond gewoon de wodkasprijs stond gewoon al neer. En Saar is er, up dit. Ja. En Saar wil daar zitten en daar, ze wil dat eten. En dan... Ja, dat heb je misschien ook wel als je bijvoorbeeld bekend bent in Amsterdam. Als je vaak ergens komt. Ja, dat is bij iedereen zo. Nou, en ik kwam in heel Rotterdam. Ja. Dus zo gaat dat een beetje. Je was een graag geziende gast. Ja, dat heb ik wel gemerkt. Hoe was het voor jou om op een gegeven moment te zien dat het een probleem werd, het gebruiken? Weet je, een soort van met je rug tegen de muur stond. Je kon niet meer met en je kon niet meer zonder. Dat je niet meer wist van... Nou, ik vond het nog niet eens zo erg.
Oké. Ja. Je vond het niet zo erg. Ik dacht ook echt, dit is mijn leven. Ja, ja, als ik dadelijk dood ben, wil ik een pekkie bij mijn borst hebben. Ja, ja. Als ik dadelijk de rond in ga. Ja, dan ben je verslaafd. Ja, ja, nee, maar zo zat ik. En dit is gewoon mijn leven. En tuurlijk, als je dadelijk kinderen krijgt, dan ik hoopte dan maar, dan wordt het minder. Of dan gaat het gewoon weg. Ja. Dat hoopte ik. Ja. Maar geen kinderen gekregen. Maar Ik herken dat wel. Ja. Weet je, toen ik een kind kreeg, toen dacht ik ook van nu gaat het stoppen. Maar het werd alleen maar erger. Ja. Dus, ja, dat zie je ook wel bij sommige mensen. Weet je, ik had het gevoel zo van, ik voelde me niet oké in het hier en nu. Nee. Dat was het, daarom gebruikte ik, weet je. En dan, natuurlijk had ik het gezellig, maar als ik echt naar de kern kijk, dan is het gewoon, ik voelde me gewoon niet oké in het hier en nu. Ik kwam erachter dat ik op zaterdagavond uit het hier en nu kon. En toen kwam ik erachter dat ik op zondag uit het hier en nu kwam, want ik zat toen nog op school. Ja. En op een gegeven moment was ik elke dag van de week probeerde ik uit het hier en nu te komen. Ja, ja. Ja, dus zo was het zo. Om gewoon niet na te denken. Niet na te denken. Die gekke kop gaan. Ja, en dan alleen maar leuke muziek, leuke mensen. Ja. En dan gewoon gezelligheid. Ja. En niet dat gezeik of dat soort dingen. Wat je dagelijks meemaakt. Wat ook normaal is in het leven. Ja. Nou, gewoon probleem met voelen. Ja. Zo. Had jij dat ook? Ik wil het liefst helemaal niks voelen. Dat is ook de reden waarom ik echt keihard ben gaan gebruiken. Ja. Herken maar. Ja. En jij? Ik denk dat allemaal, ja. Het klinkt heel raar, maar als verslaafde hoor je mekaars verhaal. Ja. Maar dan denk je alleen maar, dat heb ik ook gedaan. Ja. Ik wilde ook gewoon weg. En in die fase van dat je wat op had, dat was de wereld. Dat was top. Ja. En dan appte het heel langzaam weg. Hè. Je voelde het dan, denk ik, verdomme, ik moet weer. Ja. En pap, zodra je weer wat gebruikt, dan denk je, ik ben er weer. Daarom zeggen mensen, ik ben zo terug. Nee, ik ben zo terug. Ik ben zo terug. Dan was ik letterlijk zo terug. Ja. En ik dacht dat mensen het niet zagen, weet je wel. Maar op een gegeven moment, misschien niet specifiek cocaïne, maar wel. Doe eens rustig. Oké, rustig. En dan denk ik, rustig doen we. Je doet nu normaal. Ja, dat, en dan ging je weer iets anders doen. Dat ratelen. Nou? Niks. Ik denk, je zei net, doe rustig. En nu doe ik rustig. Dat is ook niet goed. Nee. Snap je? Dus oh man, dat is. En dan voelde het niet meer fijn. Maar daarom, ik denk, als ik alleen was, thuis, er was niemand, ik hoefde de volgende dag ook niks. Ja, dan kon je gewoon helemaal erin gaan. Ja. Maar zodra je weet van, oké, morgenochtend om 7 uur komt er iemand, of dan heb ik een normaal gesprek. Ja, dan ging ik al een beetje zenuwachtig worden. Van, normaal. Nee, jij niet, hè? Nee. Dat kwam pas rond een uurtje of 7 en om 8 uur ging me wekken. Ja, vreselijk. Ja. Nee, ik had natuurlijk niet kunnen slapen. Ja, als je in bed ligt en je moet plafonddienst. Ja, plafonddienst. Ja, tuurlijk. Ik had een knuppel onder mijn bed. Nou, dan wilde ik me liefst echt zelf gewoon niet knuppelen. Dat ik denk, ga nou slapen. Maar deed je dan niet in mijn mik? Ja, dat bedoel ik. Ja. Zoveel. Ja. Ach. Ja, maar dat werkte niet, hè? Ik heb geen idee. Hoe kwam het? Ja. Hoe kwam het? Dat ik dacht, oké, 3 sterke, of 4, soms 5. Ja. Hup, in je mik en dan gewoon gaan liggen. En dan, ik had altijd, ik ben dan weer heel raar. Ik had dan een speciaal nummer. En daar werd ik dan een soort rustig door. Nou, als je dat nu hoort, dan denk ik, ik weet het niet. Lijkt de Efteling wel. Ja, ja. Ja. Dus hoe kan je gaan slapen? Nou, we hebben het nummer bij ons. Draai maar door. Draai maar door. Ja, nou, ik heb het wel hoor. Ik ben heel benieuwd, welk nummer was dat? Dat was volgens mij volgens mij Diorama of zo, of de Magische Klok, weet ik niet. Een hele gekke dingen. En dat was dan een soort van kinderslaapliedje of zo. Daar leek het op en ik denk, weet je, dat kan bij mij ook wel werken. Baby's die slapen daar ook op, waarom is het niet? En ik nog met 5 slaappillen in mijn ga toch? Ja. Maar dat lukt ook niet. Nee. Wow. Nee. Dat is wel lijp, nee. En dan maar gewoon doorpakken. Dus nog allemaal high van de slaappillen ook nog eens. En dan gaan werken. Oh. Ja. Daarom dronk ik erbij. Om rustig te worden. Want drank vond ik vies, man. Ja. Ik had vodka, wat drank. Vond ik nooit lekker. Maar echt letterlijk. En dan sliep ik niet meer bij mijn vrouw. Maar in een logeerkamertje. En maar drinken. En op de klok kijken. 3 uur. Nou moet ik slapen. Want om 6:30 zijn ze wakker. Maar het werkte niet meer. Dus dat drank werkte niet meer. Maar op een gegeven moment word je resistent. En hooi van alles. Voor alles. Dat is vreselijk. Ja, op een gegeven moment ging ik GHB gebruiken. Ja. Om in slaap te komen. Okay. Gewoon een fles even in mijn kamer gelegd. En dan een dopje nemen. En dan... Ja, ziek. Oh, als ik erover nadenk, dan kan ik me echt... Ja, zwaar gevaarlijk. Ik ben een paar keer door op de intensive care beland. Hoor. Ik woonde toen in de Albert Kuipstraat. Ja. Moet je voorstellen, op maandagochtend om 9:00 's ochtends word je uit het raam getakeld.
Uit het raam getakeld. Ja, ze konden de raam konden ze niet. Oh, wat erg. Ze konden hem niet openmaken. Want van die hele oude ramen waren met van die blokken ijzer aan de zijkant. Die kon je dan tot zo'n stuk kon je die openmaken. Ja, dat kwam niet zo. Ze hadden me 2 flessen zuurstof gegeven. Ik kwam gewoon niet bij. Jezus. En toen, maar mijn trappen die waren heel erg steil. En ze durfden dus niet mij door die trappen naar beneden te brengen. Omdat ze dachten dat mijn hart ermee zou stoppen. Heftig. Toen hebben ze het hele raam eruit gehaald. En toen hebben ze een brandweerladder er tegenaan gezet. De hele buurt stond te kijken. Ja, dat begrijp ik. En ik weet je, het erge van alles is, toen ik bijkwam, wist ik gewoon helemaal niks meer. Hè? Een half uur later, dat ik uit het ziekenhuis was ik hier aan het gebruiken. Ja. Toen dacht ik, ja, hier klopt iets niet. Ja, denk nee, dit is niet, nee, dat begrijp maar, ik. Gewoon, weet je, rationeel wist ik gewoon, hey, dit klopt iets niet. Weet je, maar... gevoelsmatig ging ik er gewoon weer voor. Ja. Vooral met GHB, echt vreselijk spul. Ja, dat was mijn festivaldruk. Ja. Ja. Ben jij wel eens door de drugs in het ziekenhuis beland? Ik heb dat ook nog nooit gedaan. Ik heb wel eens hoge hartkloppingen, heb ik een speciaal zo'n meter gekocht? Bloeddrukmeter. Een hartslagmeter. Gekocht. Nee. Om gewoon te checken van wat er gebeurt. Of ik wat kon nemen. Ja, of ik denk, ja, maar straks weet je wel, als ik 2... Ik ga naar de 200 aantikken, hoor. Ja, ik had zo'n ding. Wat gebeurt hier nou? En dan ging ik ook nemen en dan kijken wat er weer gebeurt. Nee. Ja, maar ik googelde ook. Wat gebeurt er als je 2 dagen niet slaapt? Het gebeurt als je... En ik heb dat is die paranoia dingen. Maar dan hoor je dus, ja, je gaat dingen horen. Je gaat dingen waanzin. Gewoon om... Ik weet waar ik mee bezig ben. Ik weet de gevaren. Ja. En dan toch nog. Maar je hebt nooit gelukkig in een ziekenhuis of door je... Nee. Maar jij 7 keer vertel je? Of 9 keer. Hè? 9 keer. Wanneer ik me kan herinneren. Vaak door de GHB. Zo heftig. Ik ben een heel ongeduldig persoon. Dus als ik wat neem, denk ik, te weinig. Ik heb te weinig genomen. Ja, maar dat heb ik ook. Maar het is nooit zo ver gekomen. Gelukkig. Dan neem ik nog wat erbij en dan slaat hij net in. Denk ik, oh ja. En dan denk je, oh nee. Dat is die eerste. Helemaal zo. Ja, maar dat is echt vreselijk. Ja, verschrikkelijk. Dat je gewoon wakker wordt in een ziekenhuis op de intensive care. Met allemaal slangen door je neus. Wauw. Met computers. En dan denk je nog niet van, oké, nou ben ik klaar. Nee, hè? Nee. Het was, of weet je, het trieste ervan is dat het op een gegeven moment ook nog normaal werd. Soort van. Het hoorde erbij 1 keer in de zoveel tijd. Ja. Dus je denkt, oh, nou ja. In Ibiza, jongen. In Ibiza, weet je, dat ik gewoon... Het laatste wat ik weet is dat ik op het strand kom aanrennen naar iemand. En in 1 keer gaat het licht uit. En ik word wakker 8 uur later in een Spaanse ziekenhuis. Hola. Ja, hola. Maar dat ze niet Engels praten. Dat ze gewoon allemaal Spaans tegen me praten. Buizen in mijn lichaam en van die zuignappen op mijn borst en computers. En ik denk, wat ben ik? Dat is heel raar. Ja. En ik kijk naar buiten toe. Ik denk, hè? Het is donker. Weet je, ik moest echt aan de taxichauffeur vragen van, is het nou ochtend of is het nou avond? Ja. Ja, en dan kom je aanrijden bij je hotel. En er stonden altijd van die kaartenverkopers, weet je, van die feesten. Mm-hmm. Ja. En ik stap uit en iedereen doet dit. Die staat naar me te wijzen. En ik kijk achter me. Ik denk, die wijzen ze naar mij. Weet je, ik ben gewoon echt met toetsen en bellen ben ik het strand afgegaan. Ja. Ja, als ik dan dat soort dingen denk ik van wauw. Ja. En dan toch nog anders kunnen aflopen. Ja. Ja. Vorige week ben ik een vriend verloren die een hartstilstand heeft gekregen. Oh. En dat is niet de eerste. Weet je, ik heb er heel veel verloren. Dus ja, het is een dodelijke ziekte. Want we kunnen er echt om lachen. Ik heb echt wel, weet je, ik heb gewoon maffe dingen meegemaakt. Ja. Ik denk, jij ook en jij ook. Ja. Weet je, maar als je er echt bij stilstaat, hoeveel verdriet... er ook omheen ligt. Ja, zeker wat je de mensen om je heen aandoet. Ja. Die eigenlijk heel veel van je houden. Ja. Maar dat zie je gewoon niet. Nee. Dat is egocentrisch. Je bent alleen maar met jezelf. Ja, ik was alleen maar met mezelf bezig. En ik dacht alleen maar van, ik ben met iedereen behalve met mezelf bezig. Ja. Maar nee hoor, dat zie ik nou echt heel anders. Ja, een soort van eenzaamheid. Ja. Ja. He? Eenzaam. Ja. Een soort rare eenzaamheid. Een hele rare eenzaamheid. Ja. Terwijl je bent met 80 man, mensen, maar toch ben je alleen. Ja, je voelt je zuiver. Ja. 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 En had jij partners of relaties die ook gebruikten? Ja. Allemaal? Merendeel wel, ja. Oké. Okay. En degene die niet gebruikte bijvoorbeeld? Die had je daar... Iedereen gebruikte. Oh. Ja, dat, okay. Ik heb dus... 2 relaties gehad die niet gebruikte. En dan merk je gewoon, ook niet rookte, ook niet... dat is dan zo... niet dat ik zeg, als ze gebruiken dat het veel beter is, maar als je met z'n 2 gebruikt, zit je in een soort van sfeer, weet je wel. En dan kun je zeggen, ja, maar jij ook. Maar nu was de hele tijd, nee, maar jij rookt, jij drinkt, jij doet. Ja. Dat betekent dat je, als je wil, zo ver mogelijk daar vandaan moet zijn, snap je? Ja. En maar wachten
tot diegene slaapt. Dat had ik ook met Nia. Maar die wist het dan wel, maar niet de hoeveelheid. Uh-huh. Weet je, op een gegeven moment zei ik het ook. In het begin was ik heel eerlijk. Ik ging naar huis af en toe. Oh ja, nee. Ja, nee, dat kan. En, ja, nee, wat is dat dan? Ja, nee, ik niet. En, maar ja, bijvoorbeeld bij haar thuis hadden we een fles staan. Een fles wodka gekocht. Maar ja, dan ging zij naar bed. En dan, ja, was die leeg. Dan gooi je er water in. Ja, dus zij is helemaal opgedronken. Is toch veel te veel? Nee. Ja, maar dan, zij is gevallen. Dus ik denk, oh, wat moet ik doen? Ik moet er niet helemaal opdrinken. Want dan had ik er gewoon water in gedaan. Zei ze, heb je niet gedronken? En dan was het zo, zei ze. Zei ik, nou, oh, wat goed. Ja, nee. Die denkt, ja, straks drinkt hij het helemaal op. Oh, maar ik heb die fles heel lang daar laten heb staan. Heb je nou zo in de maling? Ja, nee, goed. Oh. Ik nam mezelf natuurlijk in de maling. Ja, tuurlijk. Er kwam mijn neef een keer en mijn neef zegt, die ging daar logeren bij. Ja, maar hij was alleen. Wij waren op vakantie. Dus ik dacht, oh, te gek, man. Dat je een fles vodka. Dus ik twee vrienden bel. Hé, hey, kom naar mijn huis. Spabla. Ja, broer, het is gewoon kraanwater. Ja. Ongelooflijk, ja. Nee, maar dat lijkt me gewoon moeilijk als je, ja, om te stoppen, denk ik. Als je allebei gebruikt, weet je, dan is het gewoon. Ja. Of je moet allebei stoppen. Het werkt niet, denk ik, in een relatie als de een. Ik heb het met roken nu. Dat is het enige wat ik nog weg wil gooien. En weet je, als je relatie niet rookt en jij rookt weer wel. Het is. Ja, het is verslaving. Je komt er heel moeilijk vanaf. Ja. Hè? Ja. En. Je blijft wel bij elkaar, denk ik, nog als de ene rookt en niet. Maar als, weet je, als de ene wel drugs gebruikt en de andere niet. Voor mij was het gedoemd om te mislukken. Ja. Ja. Dat gaat gewoon niet. Op een gegeven moment. Nee. Ga je zo over iemands grenzen heen. En dat kan, weet je, als ik terugkijk naar de relaties die ik had van de meisjes die niet gebruikten, denk ik bij mezelf, Jezus, als je dat bij mij net gedaan, was ik al lang weg geweest. Maar dat ja. Andersom dacht je van, ik had jou eruit geschopt. Ja. Want jij me hebt geflikt en gelogen. En het gevaar, weet je wel. Want ik nou, gelukkig nooit, één keer dronken, maar dat was van een comedycafé naar huis. Maar wel onder invloed van cocaïne, reed ik wel gewoon. Weet je wel? Ik heb altijd dag en nacht heb ik gereden. Ja. Met alcohol en drugs op. En ben je wel eens aangehouden? Nee. Nee, nog nooit. Nee. Nee, echt nog nooit. En ik bracht iedereen thuis, hè? Ja. Of dat ik nou naar Amsterdam moest, of weet ik veel wat. Nee hoor, Sardi Rebo. Ja, wauw. Ja. Ik maak mezelf wijs dat ik beter kon rijden. Ja. Ik was. We zijn echt door de oog van de naald gekropen, hoor. Als ik het over de... Ja, en dan ook nog op je telefoon zitten tussendoor. Tuurlijk, het is niet... Als de agenten nou meekijken, dames en heren, het is allemaal anders nu. Ja, maar wat ik wel had, was ik onder invloed, maar dan zag ik politie, raakte ik in paniek en dan denk ik, oké, doe nou rustig. Ja. Dat had ik wel. Ja. In de verte dacht ik, oh shit, oh, dan moet ik normaal doen, weet je wel? Terwijl als je aan het rijden was, dat is je brein, hè, die zo een beetje fukt. Ja, we hebben wel iemand dood kunnen rijden. Ja, maar ja, dat is het verleden. Kijk, we kunnen er wel triest over doen en we zijn blij dat... Ik ben in ieder geval blij dat we het overleefd hebben. Ja, zeker. Want het was complete waanzin. Waanzin. Dus, hey Saar, en op een gegeven moment denk je van... Oké, nou is het genoeg. Ik ga wat aan mijn probleem doen. Wanneer, aan wie en hoe ben jij hulp gaan vragen? Nou, ik heb eigenlijk eerst in instantie niet zelf om hulp gevraagd. Ja. Maar een van mijn beste vrienden, dat was tevens ook mijn ex. Alleen, ja, een relatie werkte gewoon niet. En uiteindelijk gewoon beste vrienden geworden. En die was thuis met een andere vriend van mij. En het was op een dinsdagavond. En ik dacht, ik kom even langs. Dus na het eten, hup, gelijk daarin gegaan. En toen kwam ik aan. Zeg ik, joh, heb je even wijn? Of heb je iets in huis? Ja, ik heb wel wijn, maar wij zitten gewoon aan de thee. Ja, nee, ik heb een zware dag gehad op werk. Ik denk, ik heb nog nooit een zware dag gehad op werk. Ja. Maar nee, drukke dag, dit en dat. Even een beetje... Oké, wat jij wil. Dus nou, ik had de wijn natuurlijk al gevonden. Want dat was het eerste waar ik naar ging zoeken. En denk na twee glazen... Nou, eigenlijk na twee glazen... Heb je wat liggen? Heb je wat? Dat is ook zo'n goeie. Ja. Heb je wat? Ja, ik heb wat. Je hoeft niet eens te zeggen aan iemand wat het is. Nee, heb je wat? Heb je wat? Ja, ik heb wat. Ja. Heb je wat? Heb je wat? Ja. Heb je? Ja, ik heb... En toen, dus hij zegt van, ik weet nou niet meer of hij nou ja of nee zei, maar in ieder geval, het was er. Dus uiteindelijk ja. En ik had denk ik die fles wijn binnen een, wat zal het zijn, een kwartier, 20 minuten, gewoon helemaal klaargemaakt. En dus hij gaat ook echt zo, dus ik zit daar, hij gaat zo tegenover me zitten. Hij zegt, Sarah, het gaat niet goed hè.
ja, weet ik wel. Komt allemaal goed. Ja. Nu even niet. Kerstdagen en alles komen eraan. Dus dat soort dingen. Ja. Nee, maar Saart gaat echt niet goed. En hij is zelf ook in de kliniek geweest. Dus hij weet wel een beetje hoe het ruilt en zelt. En op een gegeven moment zei hij van... toen ging hij over die leegte praten. Ik denk, fuck, dit heb ik ook. Dus nou, dat kwam zo erg binnen van zo, oké, maar hij heeft dus gelijk. En dit, en je voelt je zo, en je moet zus doen. En toen zei hij, Saar, ik kan je niet helpen, alleen je ouders. Want je woont nu nog thuis. Ja. Dus ga het aan je ouders vertellen. Ik zei, nou, ja. Dat denk ik even niet. Die hebben al zoveel ellende met mij meegemaakt. Van denk ik mijn 14e tot, nou wat is het, mijn 24e. Dat ga ik ze niet aandoen. Nee. Dat doe ik gewoon niet. Weet je, dan probeer ik het wel zelf, doe ik het wel zelf. Maar ik merkte gewoon, het ging niet meer. Het ging niet meer, want ik wilde alleen maar. Ik heb ook nooit gezegd tegen niemand niet van, nu doe ik het even niet meer hoor. Ja. Ik zei altijd, tot volgend weekend. Okay. Want dan zag ik ze gewoon weer. Ja. En toen, toen hadden we dus de afspraak gemaakt. Kerstdagen komen eraan, oud en nieuw komt eraan, dit en dat. En dan ga je in het nieuwe jaar ga je het dan tegen je moeder vertellen. Ik denk, oh, die pik is dat al lang vergeten dan. Ja. Dat is mooi. En dan babbel ik er wel overheen. Want anders dan zou hij het doen. Oh ja. Dus ook nog een soort druk dat ik denk, oké. Ja. Dus ik zei nog van, joh, kan jij nog even wat regelen? Wat pekkies? Ja. Want hij kon het weer goedkoop krijgen. Dus ik zei, joh, voor de kerst. Hij zei, oké, alles krijg je van mij. Maar als het op is, dan ga je het vertellen. Dus of het nou voor kerst, voor oud en nieuw is, maakt niet uit. Toen dacht ik, oh shit. Dan voel ik hem wel aankomen. Ik bewaar dit wel, dan koop ik het zelf wel. En toen, dat was nog voor kerst. Nou, dinsdag heb ik met hem gepraat. En zondag kwamen mijn ouders thuis. Toen was ik 2 avonden door. Kon ik niet meer. En ik lag in bed. Ik lag eindelijk in bed. En mijn ouders die kwamen net thuis. En op een gegeven moment begon ik zo keihard te huilen. Omdat alles op was. Ik was gewoon op, leeg. Ik kon niet meer. Ik had geen energie meer. Ik had geen zin meer in dingen. Ik had... Ik ging om dit huilen. Ik miste gewoon heel erg mijn hondje. Dat ik denk, natuurlijk miste nog steeds. Maar echt krijsen van het huilen. Zulke tranen. Dus op een gegeven moment kwamen mijn ouders binnen. Wat is er aan de hand? En dit en dat. En ik had mijn beste vriend op de app. Ik zeg, dit is het moment om te vertellen. Ja. En hoeveel had je dan gehaald? Voordat je het was nog niet eens gehaald. Want wat ik zeg, het was dinsdag. Dinsdag tot zondag. Dus toen was je doorgegaan? Nee. Dinsdag had hij tegen mij gezegd van oké, we gaan deze afspraak maken. Huh? En dan gaat dan woensdag overheen, donderdag, vrijdag. En op een gegeven moment, volgens mij was ik donderdag toen. Wezen feest of vrijdag. Tot zondagmiddag. En toen heb ik ook nog helemaal iemand naar huis gebracht. En toen dacht ik al echt van, toen zat ik in die Range Rover. Nou, dan denk je, wat kan er nou gebeuren? Dan als je ergens tegenaan rijdt, heeft niemand het door. Of in ieder geval deze auto niet. en dan rij je en dan denk je, oh, waar ben ik mee bezig? Nou, toen kon ik mezelf echt voor mijn kop schieten. Nou, en toen, ik merkte gewoon, mijn lichaam was op. Ik kon niet meer. En dan ben ik... 24 jaar, hè? Mm-hmm. Ik kon niet meer. Ik gebruikte veel. Ik feestte veel. Ik sliep niet meer. Ik had zelfs hallucinaties. Zwaar. En slaappillen ook nog. Zo. Ik lag in bed. En dan, ik had een spiegel zo naast mijn bed. En dan keek ik in die spiegel. En dan zag ik iedereen daar in dat hoekje staan en zitten. Ja. En ik zag altijd, dat is me zo bijgebleven, een heel klein duiveltje. Dat is wat ik mijn verslaving noemt. Ja? Die elke keer happend zo naar me toe kwam. En dan langs me... gezicht, ja, fucking raar. Mensen die zullen nu echt denken, die is helemaal wous geworden. Ja, maar het gebeurde hierom. Ja, maar dat is echt zo. Je wordt echt knettergek. Je weet gewoon niet meer de realiteit. Ik vind het nog netjes, dat duiveltje. Nou ja, hij was zo klein, maar hij voelde zo groot. Ja, echt. Ja. Nou ja, en dat is eigenlijk toen het keerpunt geweest. Toen heb ik het tegen mijn ouders verteld. Dus, hoe reageerden je ouders? Waren ze verdrietig of wisten ze het al? Of... Ze wisten het niet. Wel wat ik zeg over de alcohol. Ja. Maar niet over de cocaïne. Nee. Ze schrokken heel erg. Maar eigenlijk, dat zijn mijn ouders denk ik ook wel heel erg. Gelijk actie ondernemen. Oh, wauw. Dus gelijk volgende dag bellen doen. En ik kon al bij een kliniek terecht. Toen zei ik,
ik wil eerst kerst 2009 nog even doen. Ja. En toen had ik de afspraak gemaakt met mijn ouders van... oké, ga ik niet drinken, niet gebruiken. Ja, wat ga je doen? Zwaar drinken, zwaar gebruiken. Alleen dan ging ik op tijd naar huis en dan ging ik thuis even nog verder gebruiken. Ja. Want dan had niemand het door. Ja. En toen 8 januari ben ik naar de kliniek gegaan. Ja. In het buitenland, binnenland? Nee. Binnenland. Binnenland. Ja, daar heb ik 4 weken gezeten. En toen ben ik naar Spanje gegaan. Ook naar nog naar de kliniek? Ja, naar een kliniek privé. En daar heb ik eigenlijk alle tools en ins en outs geleerd. En met stappen gewerkt. En, goed, man. Ja. En nou ben je 2 jaar clean. Nou ben ik 2 jaar clean. Wauw, ja. Heel erg respect hoor. Ja. Ja, ja, en in die kliniek, hè? Ik heb één kliniek gedaan, maar niet afgemaakt. Zat je dan op je plek in die kliniek? Dacht je van, oké, dit is... Nee? Ik maakte alweer de gekste dingen mee natuurlijk. Ja. Ook met iemand die dus echt gewoon mij stalkte. En, vanuit de kliniek, die heb je de... Oké, ja, heb je de ontmoet. En, maar voor de rest wel gewoon... Ik kan het ook met iedereen vinden. Je hoeft voor mij niet iets te zijn of te hebben of iets. Ik praat met iedereen. Ja. Dus nou, ik praatte toen nog met mijn buurman, want die kwam ook net aan. Nou, die zei geen woord en die was heel erg... In jouw eigen buurman? Nee. Oh, gewoon de buurman daar. Ik dacht, je buurman. Nee, niet mijn buurman. Nee, niet mijn buurman. De kamer ernaast. Ja, bedoel. Ja. Buurman daar zit. Oh, de kamer ernaast. En die kwam ook net aan. Maar ja, ik ben, wat ik zeg, ik praat met iedereen. Dus ik zit gelijk een soort van te babbelen. En nou ja, wat doen jullie hier eigenlijk? En dit en dat. En nou, dan praat ik weer met hem. En dan, en zo ging het eigenlijk wel heel makkelijk. Maar ja, ik merkte al gelijk aan mezelf van... Oké, dit moet ik echt serieus gaan nemen. Ik had dat zo erg. Ik ging ook aantekeningen maken. Terwijl ik heb nog nooit een pen in mijn handen gehad. Ja. Maar dat soort dingen. En ik wilde lezen. En ik wilde alles goed doen. En dan hadden ze bijvoorbeeld een les. Nou, en dan gingen de mensen dus over tussendoor praten. Want die hadden dan allemaal een mening. Nou, en toen had ik 1 keer. Toen ben ik gewoon. Heb ik gewoon keihard geschreeuwd van. Nou, allemaal je mond houden. Want ik probeer te luisteren. Ik wil weten waar mijn verslaving vandaan komt. Ja. En want dat waren dan, ik was de jongste. Oh ja. En waren dan allemaal mensen. En dan denk ik, ja, je zit hier. Mm-hmm. En nog zeg jij dus van, ja, maar van de coke kan ik nu wel afblijven. Ja, maar van de alcohol, ja, dan denk ik, vriend, hey, ja, hoe serieus. Ontkenning. Ja, ja, ontkenning. Maar dat is ieders ding. Ja, maar ja, dat had je toen natuurlijk helemaal niet dat door. Je denkt van, wat een mafkeet. Wat een mafkeet. Je hoort toch wat ze zeggen. Ja. Nou, heel vaak denken mensen dat het alleen maar met drugs of drank te maken heeft. Ja. Weet je, verslaving is gewoon verslaving. Ik kon ook van de crystal meth afblijven, ja. Maar dat wil niet zeggen dat ik dan niet verslaafd ben. Ja. Heel veel mensen die denken van, ja, oké, ik stop met drugs, maar dan ga ik wel drinken. Ja. Dan zit je er gewoon weer aan. Dan zit je er gewoon weer aan. Ja. Alcohol is ook gewoon een drugs. Ja, absoluut. Zwaar. Ja. Ik heb het ook geprobeerd hoor, met alleen maar drinken daarna. Nee, dat gaat gewoon. Dat gaat heel eventjes goed. Ja, gaat eventjes goed. Denk je, zie daarna kan zit het ik wel, precies dan, weer aan een nak of aan een pijp of weet ik veel wat ik er niet allemaal drink keepte. Ja. Poeh. Ja. En Spanje was ook een kliniek. Gewoon een naprogramma? Of hoe moet je dat zien? Ja, dat was eigenlijk een beetje privé. En daar ben ik gewoon naartoe gegaan. Daar zat ik ook alleen. En toen... Alleen in die kliniek? Ja, okay. ja. Echt privé? Ja, privé. En toen ben ik eigenlijk gewoon... Ja, toen ben ik echt serieus. Dat is denk ik wel echt voor mij een hele zware tijd geweest. Alleen ook weer een mooie tijd. Omdat je daar jezelf leert kennen. Ja. Maar dan was het van, wat zei die nou? Oh, ja, de kon ik hem vermoorden. Je bent aan het manipuleren. Ik aan het manipuleren? Ja. Maar ik kon iedereen zo voet om mijn vinger winden. Ja. En dat was gewoon de beste in. Dus, dat vrouwtje wat mij hielp, mijn sponsor. Ja. Ja, we eten dit en dit. Oh, nee. Nee, kan niet, want ik ben allergisch. Weet je, zo, dat ging weer een heel lul verhaal. En dan kwam die man, mijn behandelaar, die kwam dan bij me zitten. Ja, je bent aan het manipuleren. Manipuleren, hoe bedoel je? Ja. Dus ja, ik werd gek. Ik werd zo gek daar, omdat je gewoon aan jezelf gaat twijfelen. Maar dat is gewoon dat verslaafde stuk in je. Ja. Dus ik werd helemaal link. Huilen, schreeuwen, ik ben naar huis en dit. Maar ja, ik ben wel gebleven, gelukkig. Ja.
Maar dat is echt dat je dacht van, ja, word ik nou gewoon gek? Ik ben toch niet aan het manipuleren? Ik ben toch niet dit aan het doen? Want ik ben toch niet zo? En toch doe je het. Ja, ja, ja. En dan kwam... Zou die je door gewoon. Dat deed zwaar. Pijn. Dat doet pijn. Ja, want dat is ook een ja. Verslaafd. Ja. Ja. Die is al meer dan volgens mij 12 jaar clean. Ja. Als iets niet waar dus is, hoef je het ook niet te verdedigen, toch? Nee, nee, nee. Maar, waren twee mannen... Ja. Ja. Zo tegen mij. Nou, en ik ben echt niet gauw een soort van dat ik ergens van schrik of bang van word of wat dan ook. Maar ik zat echt zo in een hoekje helemaal te huilen. Ja, maar ik wil echt naar mijn moeder. Ja, ik voel mezelf echt zo zielig. Maar dat is gewoon, je gaat jezelf echt leren kennen. Ja. En dat is ook het niet leuke stuk. Ja. Ja, en dat is wel, dat was voor mij wel echt heel erg pittig. En gewoon heel erg van, oké, waar komt het vandaan? Trauma's, dingen wat ik heb meegemaakt in mijn leven. Wat ook niemand gun. En dat je, weet je, dat daardoor die verslaving is gekomen. Ja, en dat is het heeft het getriggerd, ja. Ja, zwaar. Het heeft het getriggerd, ik vind het een soort, nou ja, niet normaal. Want het is niet normaal. Maar ik sta niet gek van het kijken dat ik het heb. Na alles wat ik heb meegemaakt. Ja. Dat ik me wil verdoven voor de dingen die ik heb gevoeld. Tuurlijk. Ja. En ja, dat heb je als klein meisje, laat ik het zo zeggen, niet door. Op dat moment. En dat komt dan later gewoon uit. Ja, en dan denk je echt, what the fuck? Ja. En heb je ook nog andere therapieën gevolgd naast het verslaafde deel? Ja, voor trauma's. Ja, voor trauma's, EMDR of zo. Ja, en ook met een psycholoog gezeten. Respect, dus Ik heb het zelf ook gedaan. Ja, maar was pittig, het hoor. Het is niet niks. Vooral gewoon die confrontatie met jezelf. En dat. En met je karakterfouten gewoon. En de manier waarop je naar bepaalde dingen kijkt. En te erachter komen van, fuck man, ik zit er gewoon naast. Ja. Weet je, dat is heel pijnlijk, hoor. Ja, want je denkt eigenlijk dat je leven gewoon goed gaat. Of in ieder geval, bij mij ging het gewoon goed. Ik ben niet mijn werk verloren. Ik werkte gewoon, ik werkte keihard zelfs. Ik ging uit, ik verdiende gewoon mijn geld. Ik had mijn vrienden, ik had mijn familie. Ik deed leuke dingen, kon leuke dingen kopen. Eigenlijk was mijn leven gewoon goed. Ja. En ik gebruikte nog eens. Ja, dus helemaal feest. Ja. Dus bij mij kon het niet op. Alleen op een gegeven moment kwam mijn lichaam gewoon helemaal... En hier zo, hè. Dit is mijn ergste nachtmerrie. Ja, echt. Ja, echt. Maar nog steeds, hoor. Nog voor steeds. Jou ook, hè? Gewoon te luisteren, het is allemaal herkenbaar. Ja, ja. Toch? Allemaal herkenbaar. Ja. Dat is het enge bijna. Je vertelt je verhaal. Of je trauma's en dit. Ja, ja. Je hebt het allemaal weggestopt. Ja. En op een gegeven moment komt het naar boven. Wat doe je ermee? Ja, verdoven. Maar als je het niet verdooft, dan komt die confrontatie. Dan komt die klauw. En dan gaat iemand jou vertellen van, je manipuleert. Ja. Je manipuleert? Hoe bedoel je? Je hebt me door. Ja. Dat is het enge ervan. Ja. Maar zo mooi dat je dan gewoon een beetje in herstel bent. En dat je dan... Ja. Als je iets over mocht doen, wat zou je dan overdoen? Of heb je zoiets van, ik zou niks over doen. Dit is gewoon mijn leven. Dit is mijn lot. Dit is mijn... Het gedrag naar mijn ouders. Oh ja. Ja, dat vind ik echt het ergste. En mijn opa en oma en de mensen eigenlijk omheen. Maar vooral mijn ouders... Die hebben er wel echt, ook al hebben ze dat nooit laten blijken, maar die heb ik wel echt verdriet gedaan. Dat vind ik heel erg. Ja. Ja. Dat is eigenlijk mijn grootste. En mijn zusje. Ja. 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 Ja, ik denk dat we dat allemaal hebben. Ouders. Ja. En voor de rest heb ik niks over te doen. Nee. Maar dat komt, ik heb dat ook. Weet je, de verdriet die ik mijn dierbaren heb aangedaan. Ja. Net als hoe wij het vaak erover hebben gehad. Ja. Ja, als ik dat kon overdoen. Dat, Maar ja, aan de andere kant. Ja, dingen overdoen, spijt hebben. Dat werkt ook niet. Nee. Ik vind dat ook iets als, van... Het heeft me allemaal gebracht tot waar ik nu ben. En de persoon die je nu bent. Zo, en dat is ook daar ben ik zo trots op. Ja. En je leert ervan. Hè? Ja. Weet je, dat is het. Het is gewoon een leren. Ja. Ja, en dat kan je ook weer doorgeven aan iemand anders. Ja, en het is hoe je ermee omgaat. Want je ziet ook mensen. En dan is het, ik ben verslaafd. En ik kan niet meer drinken. En ik kan niet meer dit. En ik kan niet meer dat. Ik doe alles nog. Ik ga naar een feestje. Ik schenk zelfs voor iedereen in. Alcohol. Ja. Als iemand voor me zit te snuiven. Ja, so be it. Moet jij weten. Ja. Ik heb er echt, afkloppen, geen moeite mee gehad. Dat mensen om me heen dronken. Of dat er feestjes waren. Of iets. En het is echt hoe je wat je je kop gewoon voedt. Het is bij je weggenomen op een of andere manier. Ja. Ja. Nou ja, de obsessie om het te doen. Maar is dit het enige wat ik niet meer mag doen? Ja, ja. Dan blijft er heel veel mag over. Ik mag nog leven, ik mag nog lopen, ik mag nog dit, ik mag nog dat. Ik kan zoveel dingen opnoemen wat ik nog wel mag en kan doen. Want heel veel mensen kunnen bepaalde dingen gewoon niet meer doen.
ja, als mensen bijvoorbeeld een benen missen, die kunnen niet meer lopen. Ik heb dat dus wel. Dus dat is toch iets moois. Ja. En dan wordt het alleen dat afgenomen. En wat is dat? Ik ben nog steeds gezellig. Ik zit nog steeds tot 4 uur 's nachts. Ja, dat nog wel. Ja, kan je wel zitten? Okay. Maar dan doe ik wel een Red Bulletje even erachteraan klappen. Okay, ja, ja. Ja. Maar nee, echt met niks. Ja. En dan op een gegeven moment ben ik wel klaar. Ja. En dan ga ik ook gewoon naar huis. En ja, dat is heel sporadisch hoor. Ja. Maar ik kan het wel. Ja. En ik ben nog steeds gezellig. Ik ga niet in een hoekje zitten. Ja. Of iets. Of ja, ik ben gewoon nog steeds saar. Alleen ja, ik zit niet aan elkaar te ratelen als ik net een nak op heb. Ja. Ik steun je erin, wil ik zeggen. Ik heb precies hetzelfde. Ik kan ook bij mensen zijn die drinken en mensen die gebruiken. Of snap je? Ik heb niet zoiets van. Ik zie gewoon in hun hoe ik ook deed. Ja. Vooral als ze gedronken hebben. Mm-hmm. En ik was ook zo. Ja. Mensen moesten echt trekken aan me. Kom, we gaan. Ja. I love you. Ja, I love you, man. I love you. Dan zeg ik, kijk me aan. Ja, dat. Ik ken hem pas 5 minuten. Pas 5 minuten. Oh, ja. Nou, inderdaad, wat je er allemaal voor terugkrijgt. En je bent clean. En je hebt je relatie weer met je familie. En weet je wel, je begint weer... ik ben gelukkig te dromen. Mezelf. Je begint weer te dromen, weet je. Ja. Je hebt weer dromen, want ik heb het idee dat ik toen helemaal niks droomde, man. Het was allemaal verdoofd. Ja. En hoe, wat doe je nog meer aan je herstel? Je had het over de 12 stappen, je sponsor. Ik zeg heel eerlijk, ik heb 12 stappen niet afgemaakt. Okay. Ik ben ook maar heel even naar meetings gegaan. Ja. Ik voelde me daar zeker wel thuis. Alleen ik voelde me toch niet de persoon die dat moest doen. Okay. Ik weet niet. Het ging gewoon goed. En eigenlijk heb ik helemaal niks gedaan. Ik heb wel wat gedaan. Maar het is. Ik doe denk al een jaar doe ik geen meetings. Of nou ja, misschien 1,5 jaar doe ik al geen meetings meer. Uh-huh. En 12 stappen heb ik ook niet afgemaakt. Nee. Ja, ik heb natuurlijk in Spanje heb ik best wel lang gezeten. Volgens mij 2-3 maanden. Oké. Okay. En dat was eigenlijk voor mij gewoon die wake-up call. Ja. En ik ging mezelf ook heel erg vergelijken. Op voor mij dan een positieve manier van wat je zegt. Dat brabbelen. Ja. Denk ik, oh. En jij hebt morgenochtend koppijn, ik niet. Ja. Dus ik ging steeds een soort van denken van, ik ben eigenlijk hartstikke goed bezig. Ik ben hartstikke goed bezig. En ik had dus ook ergens gelezen dat het dus ook heel goed voor je huid is. Dat je minder snel oud wordt. Dus ik denk, nou, dit pak ik door. Dit pak ik gewoon door. Maar jongen, het is echt wel... het is een heel individueel pad, hoor. Dat klinkt. Dat is de ene. Ik raad het wel iedereen aan om daar zeker... Een sponsor is gewoon een must om dat te hebben. Want ik heb dat ook gehad... uiteindelijk geen contact meer mee. Maar zij heeft mij zeker geholpen in heel veel dingen. Ja. En of ik er nou nu wat mee doe of niet, dat is aan mij. Mm-hmm. Maar het heeft mij wel door de... Ja. Moeilijke periodes. Ja. Vooral het eerste jaar is heftig. Ja. Eerste jaar. Ja, het is opnieuw voelen. Dat is heel raar. Ja, ik zat opeens in de auto te huilen. Denk, waarom zit ik nou te janken? Ja. Je gevoelens komen terug. Je geweten komt terug. Ja. Mm-hmm. Ja. En, maar je moet, weet je, het is ook iets om echt waakzaam bij te blijven, hoor. Ja. Ja, vooral, ik ga ook nog wel eens naar een feestje toe. Of ik zie mensen voor me drinken. Ja. Maar dan op een gegeven moment, het is niet meer dat ik daar tot 's ochtends blijf. En, leuke is er al vanaf. Het is altijd, dat zei mijn vader altijd, na 12 is er eigenlijk geen zak meer aan. Ja, anders sta ik te wachten op iets wat toch niet gaat komen. Nee. Als je wat verwacht je dan? Als ik daar blijf, dan ja. Het hoofdgerecht is al geweest. Je hebt een toetje gehad. Wat wil je nou nog? Nog een koffie. Nog een sigaar. Als ik daar lang genoeg blijf zitten. Weet je, die gezichten vind ik ook mooi. Als je lang genoeg bij de kapper blijft zitten, word je geknipt. Absoluut. En, ik ben het zat om geknipt te worden. Net als jij, denk ik. Ja. Wat wil ik zeggen, man? Ik vind het een heel inspirerend gesprek. Ik denk ook voor anderen, ook voor mensen die denken, hoe heb jij het gedaan, weet je? En waar komt het vandaan? En we zitten hier als drie mensen die in herstel zitten. 2 jaar. Bijna 4 jaar nu, hè? Ja, jij ook bijna 4 jaar. Ik ook bijna 4 jaar. En het mooiste is, ik deed het ook zonder sponsor, zonder dit, tot ik hem tegenkwam.
En eigenlijk in het programma stapte en sponsor. Toen zei ik, wil jij mijn sponsor zijn? Maar het, meer uit mijn oogpunt om, ik wil andere mensen helpen, weet je wel. Ja. En daarom vind ik het mooi, iedereen die in herstel zit zijn verhaal vertelt. Omdat je er zoveel uit haalt en weer hetzelfde hoort. Dat je denkt, ja, ik ben niet alleen. Heel veel mensen denken, ja, ik ben alleen. Dit gevoel heb ik alleen. Of ik ben die gek. Dat is ook wat ik had. Ja. Ik ben alleen. Ja. Ik ben de enige die dit voelt op de hele wereld. Ja. Ja, maf is dat, hè? Ja. Zo raar. Dat is echt een raar iets. En totdat die vriend van mij met die leegte komt. Leegte, dat woord zocht ik. Ja, dat woord zocht ik. Maar iemand die niet verslaafd is, die weet wel wat leegte is. Maar niet hetzelfde van hoe verslaafd dat wel. Ik kon het niemand om in mijn omgeving uitleggen waarom ik dit nou had. Wat een leegte is. Mijn ouders die zaten wel aan het reden. Heb je het ook? Ja, daarom de spirituele leegte. Ik dacht gewoon niet verbonden zijn met mezelf. Ja. Nee, dat was... En wel met anderen, als ik het op had. Ja, dan hadden we een connectie. Ja. Dan was de wifi. Ook, in het begin echt, met iedereen. Ja. Wow, dit is super spul, man. Ja. Ik kon opeens dansen, durfde met meisjes te praten. Ja. Weet je, durfde dingen te doen die ik niet... Ja, vroeger niet durfde te doen. Ja. Ik voelde me echt verbonden. Ja. Ja. En dat ging echt een hele tijd door. Dat ik denk, hier ga ik echt nooit meer mee stoppen. Nee. Waarom zou ik hier nou nog mee stoppen? Ja. Ik voel me alleen maar kloten, normaal. Ja. Weet je, en op een gegeven moment komt het punt dat je niet meer met en niet zonder kan. En dat het niet meer voor je doet wat het in het begin deed. Al lang niet meer. Steeds najagen. Ja. Hey, misschien moet ik wat meer van dat gebruiken. Ja. Misschien moet ik het mixen. Ja. Al die bullshit die je zelf vertelt. Ja. Weet je, de ene drugs vervangen met de andere. Ja. En alcohol kan ik wel. Weet je, en dan gewoon elke dag lam zijn. En, Nee, maar ik ben blij dat we dat niet meer hoeven te doen, jongens. Ja, man. Nee. En nu inderdaad mensen helpen. Ja, mensen helpen. Ja. Maar ook mooi wat jij zegt. Weet je, als dat het enige ding is wat je niet meer mag doen, blijft er best wel veel over. Nou ja, en als je er één iemand mee kan helpen dan ben ik klaar. Daarom. En ik had echt hele leuke feedback gekregen. Ook leuke reacties over dat stukje wat ik op Insta had gezet. Ook over mijn verslaving. Ja. Jammer genoeg dat de mensen dat natuurlijk weer ontkrachten. En zeggen van het is niet zo, maar... Dat laten we lekker in het midden. Maar zoveel leuke reacties en wat goed. Maar ook heel veel mensen. Ik had toevallig een meisje, ik ga de naam natuurlijk niet noemen. En die had mij een paar maanden geleden, had ze mij een berichtje gestuurd van... ik zie op de media dat je dus verslaafd bent, dit en dat. En ik ben het ook, ik durf het alleen niet te zeggen tegen mijn ouders, dit en dat. Toen ben ik met haar in gesprek gegaan. Heb ik haar tips gegeven. En uiteindelijk had ze dus weer een reactie naar me geschreven met... ik hoop dat ik dan ook dan mag zeggen van dat ik ook 2 jaar clean ben. En ik ben nu 3 maanden clean. Oh, dus super. Ja, mooi, hè? Dat doet je echt wat. Ja. Dat je denkt, ik kende helemaal niet. Nee. En ik hoop alleen maar dat het goed gaat. Want ik heb het echt altijd het beste met mensen voor. Maar dat je denkt van... Ja, je hebt wel, dat voelt gewoon top. Ja. En dat vult nou die leegte. Ja. Dus wat wij dachten, wat ik dacht, weet je, van ik ga drugs gebruiken en al die meuk eromheen. Ja. Om in die leegte te gooien. En die leegte werd alleen maar groter. En ik had nooit gedacht van door mensen, andere mensen te gaan helpen, door mijn verhaal te vertellen, dat eigenlijk de leegte in mezelf aan het vullen is. Ja. Dus met andere woorden, dat geven, in plaats van nemen en het erin te gooien, dat geven, dat zorgt ervoor dat onze leegtes, want jij zit iets te vertellen. En ik denk, dat heb ik ook. Als je dat vertelt, dat heb ik ook. En dat zorgt ervoor dat ik me, hoe raar dat ook klinkt, niet alleen voel in dit. Ja. Ik denk dat onze kracht is. Ja, zeker. En ik ben blij dat we het er ook over kunnen hebben. Nou ja, zeker. Want het wordt natuurlijk heel erg ontkend. En van nee hoor, ik ben niet verslaafd. Ik was er zelf namelijk ook eentje van. Ja. Maar het is ook niet, ik schaam me er totaal niet voor. Ik bedoel, kijk, met André, dan word je natuurlijk zo groot op een scherm neergezet. Mm-hmm. Ja. Maar we hebben het tegelijk uitgegooid. Ja. Want ik heb liever dat ik het gewoon gelijk zelf vertel, dan dat de verhalen worden gemaakt. Ja, en wat je ermee wil doen, al wil je me junk noemen. Ja, ben ik inderdaad geweest. Ja, nu niet meer. Hey, maar dat zijn strijders. Zo. Mensen die gewoon met psychische problemen proberen zichzelf weer erbovenop te krijgen. Of mensen die verslaafd zijn. Mensen hebben echt geen idee. Nee, maar echt niet. Daarom, wat mensen dan sturen, dat kan niet. Dat is gewoon vreselijk, maar dat weten ze zelf niet. Ja, maar ze wensen je van alles toe. Ik heb de bizarste dingen naar me toe gestuurd gekregen. Het was echt dat ik echt zoiets had van... Hoe
kan iemand zo zijn. Ja. Als ze niet in je schoenen hebben gelopen. Dat één. En ze kennen hem ook niet. Nee. Kijk, als zou ik jou niet mogen, dan zeg ik dat gewoon hup, face-to-face tegen je, omdat ik je ken. Maar als ik jou niet ken, wat kan mij schelen of ik jou nou wel of niet mag? Ja. Dat is het. Maar mensen die zijn maar met andere mensen bezig. Ja. Ik ga toch ook niet tegen een Kylie Jenner zeggen van... joh, je hebt net even te grote bil. Ja. Maar dat is mijn mening. Ja, nou, zij slaapt er niet minder door, hoor. Nee. Ja, dat is, weet je, dat en we kunnen, laten we elkaar geen mintjes noemen. Hoe je het went of keert, dat kunnen pijnlijke dingen zijn. Ja. Gewoon omdat mensen gewoon niet weten hoe jij in elkaar zit en zo'n oordeel over je hebben. Nou ja, zoveel hebben gemaakt. Heb ik mijn hele leven meegemaakt. En dat doet gewoon pijn. Waarom? Is omdat ik mezelf al de schuld gaf van andere dingen. Ja. Laat staan als andere mensen dat ook nog gaan doen. Ja. Ja. Maar vandaag, godzijdank, weet je, door clean te zijn, door wat we doen, onze verhalen met elkaar delen, weet je, kan ik gewoon tegen mezelf zeggen, ey, grap, je mag er gewoon zijn. Je kan jezelf in de spiegel aankijken. Met al mijn makken, met alle fouten die ik heb gemaakt. Met al mijn tekortkomingen. Ja. So be it. Weet je, ik ben geen robot. Het moment dat ik met appeltjes onder mijn armen ga rondlopen. Van kijk mij nou en niks kan mij raken. Ja. Weet je, dat is de façade die ik vandaag de dag niet meer hoef neer te zetten voor andere mensen. Nee. En dat geeft rust. Ja, tuurlijk. Ik ben blij dat ik dat kan zeggen. Ja. Nee, top, maar toch? Één ding, net als jou, één ding op te geven. En ik heb er alles voor teruggekregen. Maar 1000%. Maar als ik dat ene ding hou... Hoe jij dat ook laatst had jij dat volgens mij gepost. Het ene ding hou verlies kans. Ja. Dus ja, de keuze is makkelijk gemaakt. Ja. Maar daarbij moeten we toch in de actie blijven. En dat heb jij vandaag ook weer gedaan. Ja. Ik ben heel erg blij dat ik naar je verhaal heb mogen luisteren. Ja. Ik ook. En voor iedereen die denkt hoe, wat. Er staat heel veel informatie op het internet. Weet je, en nogmaals, je bent niet alleen. Er zijn heel veel mensen die luisteren naar je. Of je dat nou via een DM stuurt naar iemand. Weet je, wij weten hoe het was. En net wat jij zegt. Weet je, je geeft iemand tips en je moet het zelf doen. Dat is het echt. Je moet het zelf doen. Je kunt het niet. Snap je? Je moet zelf willen. Ja. En dan kunnen wij je een push geven of een tip of wat dan ook. Want herstel. Ik zeg altijd, weet je, als ik het, want ik dacht, ja, ik kan dat nooit. Maar als ik het kan, dan kan ik trainen. Ja. Saar, ik wil je ontzettend bedanken. Ik vond het heel fijn. Jullie ik weet niet of je nog iets zijn vergeten. Volgens mij niet. Nee, ik ben benieuwd toch hoe je het vond om zo... Je eerste toch, keer gewoon. Ja, mijn eerste keer. Toch, weet je, dan ga je toch veel dingen... Ja, toch wel kwetsbare dingen op tafel. Ja, nou ja, kijk, kwetsbare dingen. Kwetsbare. Het is natuurlijk gewoon de grote lijnen. Ja. En wat ik zeg, ik schaam me er niet voor. Ja. En wat ik ook zeg, als ik er één iemand mee kan helpen, dan ben ik al gelukkig. Top. En ja, daar gaat het om. Mooi, mooie woorden. Lieve mensen, dit was de podcast Wat kan er nou gebeuren? En... nou ja, dit was hem. Dit was hem. Toch? Dit was hem. Saar, ontzettend bedankt. Dankjewel. Jullie bedankt. Reda ook bedankt. Jij ook bedankt. Graag gedaan. Top.